MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Zeg Stefan, weet je eigenlijk wat we nu gaan doen voor MVV TV? Nee, ja, dat zou je mij halverwege de rit vertellen. Dus, Nou, het is ongeveer halverwege, is het niet. Het is aan het begin van de rit. We zitten nog bij het vliegveld Maastricht. Maar we gaan vandaag vissen. Oh, ja, echt? En weet je met wie? Nee. Raad het? Met de trainer, Ron Elsen, met Pieter Nijs? Nee. Het is met Joeri Schooij. Zijn hobby is vissen. En ik kan hem ook heel goed, want ik volg hem zo op Instagram. En dan kom ik soms van die vissen tegen. Die zijn misschien wel een meter groot. Een halve meter sowieso. Okay. Ik kan het heel goed. Dus ik heb vandaag een afspraak met hem gemaakt. Om in een visvijver te gaan forellen. Oh, kijk eens aan. Heb je een beetje zin in? Ja, een forelletje, daar zeg ik geen nee tegen. Daar staat Joeri Schooij hier al. Dag Joeri. Hallo. En goed hè, met jou? Klaar ervoor? Ja, zeker. Ja, we komen helemaal uit Maastricht om jouw hobby hier even uit te oefenen. Vertel er ons wat meer over vissen. Hey Oor, dat is een forellenvijver. Ja? Ik heb verschillende vijvers heb hier en ik ben er vroeger wel eens geweest. Mm-hmm. Dus ik hoop dat ik een paar mooie vissen mogen vangen en dat is wel een hobby van mij. Dus, ja. Ik vind het leuk om te doen. Want je had het interview al eens gegeven en heb je verteld over je hobby, maar nu gaan we dus echt doen. We gaan gewoon met jou vissen vangen. Wat schat je zo wat we kunnen vangen hier? Ja, ik koop een forelletje of 10, maar als we er al, het is wat warm aan de warme kant vandaag, dus als je er 5 of zo mag vangen, dan mogen we blij zijn. Goed zo. Dus kunnen we lekker mee naar huis nemen en lekker eten. Lekker barbecue. Ja, zeker. Zullen we gewoon gaan? Gaan we gewoon proberen. Oké, top. Goed, Joeri, nu zitten we hier. Ja. Hengeltjes aan de kant, dat is toch echt rustgevend, hè? Ik vind het echt rustgevend, gewoon lekker om te doen. Vooral omdat je ook voetballer bent, zeg maar. Ja. Krijg je altijd veel druk en stress mee. Ja. Je moet altijd presteren op het veld. En dit is een beetje voor mij gewoon om tot rust te komen. Ja. Maar je zegt het goed, veel druk, veel stress, maar hoe groot is die druk? Met wat kan je dat beschrijven? Ja, met wat kan je beschrijven? Gewoon die ogen waarop je gericht zijn? Of dat ook. Je speelt natuurlijk voor volle stadions, social media, internet, alles. Maar dan moet ik zeggen dat ik ondertussen wel gewend ben, maar natuurlijk is het altijd druk in bepaalde momenten. Ja. En als we nu eventjes vooruit kijken, want terugkijken hoeft eigenlijk niet, hè? Vooruit kijken het komende seizoen voor jou persoonlijk, wat zijn je doelen, wat wil je gaan doen, waar ben je nu mee bezig? Ik moet zeggen dat het sowieso een belangrijk jaar voor mij wordt, omdat ik natuurlijk het laatste jaar dat mijn contract is. Dus ik moet gewoon goed presteren, zorgen dat ik weer alles speel. Ja. En zoveel mogelijk doelpunt assisten gaan maken. Want dat was het eerste jaar, heb je natuurlijk een geweldig jaar gehad. Ja, het eerste jaar was goed. Ja. Ja, was, statistieken die weten we onderhand wel. Ja. Vorig jaar een stuk minder. En, maar kwam dat door? Is dat echt door het team of persoonlijk dat je zegt van ja, ik zat niet echt lekker op mijn vel? Of? Ja, ik denk allebei wel. Ik denk eerste jaar vond ik eerlijk gezegd dat hadden we een echt team. Ja. En, en ook persoonlijk, soms als je niet lekker in je vel zit, dan lukt het gewoon even niet. Ja, dan zit je even in die cirkel tot het dan niet blijft. Ja, dat had ik ook een tijdje. En met de laatste 6-7 wedstrijden scoorde ik nog 3-4 keer. Ja. Dus dat is eigenlijk iets te laat, maar dan gaan ze weer erin en dat begint niet. Maar ze moet je als speler ook mee om leren gaan. Ik heb wel zin om eventjes wat forelletjes te vangen, dus ik zou zeggen, we stoppen hier niet voordat we gevangen hebben. Ja, we stoppen ook niet voordat we gevangen hebben. Goed zo. Dat is goed. Oké, leg eens uit, Joeri. Hoe moeten we dat precies doen? Ik ga gewoon met je meedoen. We hebben hier 3 hengels. Ja, klopt ja. En iedereen heeft gewoon 1 hengel? Iedereen heeft 1 hengel, ja dat klopt. Ik heb een doos met powerbite, ik doe hem aan. Ik zeg, dan pak je gewoon een klein beetje en dan gooi je gewoon een beetje op. Ja, dat geeft hij aan mij. Ja, dat stinkt wel een beetje. Maar, kijken wie de eerste gaat vangen. Ja. Toch? Ja, ik denk ik gewoon. Is het zo goed? Zo is goed, ja. En als je snel eraf valt, dan moet je het even anders doen. Dat kan ik voor jou ook doen. Wacht, je moet hem wel even. Wat moeten we nu doen? Lijntje vasthouden. Lijntje vasthouden, ja, ja zeker. Je weet het nog wel. Die? Klepje open, ja, en dan gewoon gooien. Oké. Okay. Dan gewoon blijven draaien totdat ze vreten. Dus, dan gewoon constant hier naartoe. Ja, maar ik weet niet als dat voor mij naar aan zit. Volgens mij niet, want ik gooi aan tafel. Oh, er is al één. Ik heb een schok, hè? Nee. Je dacht dat ik de vijver ingetrokken werd. Het zou zijn, hè?
de eerste. Oké, je moet ze steeds uitgooien naar je toe. Uitgooien naar je toe halen, ja. Ja, het staat gelijk, hè? Ben je een beetje trots op me? Ja, ik ben echt trots op je. Ja, gelukkig dat we allebei hebben gevangen, maar... Ja, het komt, kijk, dan kom je echt weer op de kwaliteit, hè? Ja, ik heb jou eventjes een puntje gegeven, maar nu is het gewoon de game is al. De game is al, ja, zeker. Ik ga er snel 2 in van maken. Dus, kom maar. Doe maar. Ja. Wat is dan? Ja, ik sta ook nog achter mensen, hè. Dat is niet de bedoeling, dit, hè? 2-1, hè? 2-1. Dat is beginnersgeluk, zeg ik. Hey, dames en heren, we hebben de hengels terug ingeleverd, want mijne was blijven hangen, dus hij was een klein beetje kapot. Maar Jury is zo sportief geweest om te zeggen van, ja Kenneth, jij hebt met 2-1 gewonnen, dus ik mag bedenken wat hij gaat doen als hij een goal scoort. Hij mag zelf weten welke goal, maar dit seizoen moet het gaan gebeuren. Oké, Jury, ik heb iets bedacht. We doen de hengel uitgooien, dus eerst de hengel uitgooien en dan doe je zo. Okay, maar naar de hoofdcabine waar wij zitten, hè? Ja, is goed. Afgesproken? Goed, ja zeker. Goed. Vond je het een beetje leuk vandaag? Ik heb echt genoten, echt een leuke dag gehad. Ja. Ik hoop dat jullie dit zien natuurlijk ook. En, ja. 2-1 verloren van Kenneth. Ik had eigenlijk anders verwacht, maar Kenneth was de beste vandaag, dus gefeliciteerd. Ik ben ook eens ergens goed in het vissen, dames en heren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, het was heel leuk om Jury beter te leren kennen. En natuurlijk zijn hobby te checken. Dus ik hoop dat ik jullie volgende week dinsdag weer bij een nieuwe aflevering zie van NVV TV om 7 uur. En vergeet natuurlijk niet te liken op Facebook en te abonneren op YouTube. Zie ik jullie de volgende week weer. Doei. NVV TV werd mede mogelijk gemaakt door NVV Maastricht, Veerzien NVV, RTV Maastricht en Keno Media.